Een hele goede morgen. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Niels gaat nu werken, want die is meegeweest naar controle, echo. Ik ben vandaag 35 weken, alles was goed. En Jordi zit nou lekker uit te buiken van zijn fruithapje. En ja, jij gaat werken. Doei. Doei. Jordi, die heeft straks een flesje gehad, is zijn middagtje gaan doen. En nou is hij wakker. Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Ga je op je broertje staan? Ga je gewoon op je broertje staan? Oh, ho, ho. Let maar op hoor, als hij dadelijk groot is, dan gaat hij ook op jou staan. Mm. Ja. Ja. Je hebt buikpijn, hè? Ja. Je hebt een beetje buikpijn. Ja. Hij was een beetje chagrijnig. Hij wou niet spelen, hij wou niks, maar hij wou alleen met mama zijn. Nou, dan mag je dat ook, hè? Ja, dan mag je dat ook. Cookie? Ja? Dat vindt hij lekker. Maar nou gaan we spekbeentjes zoeken. Waar zijn de spekbeentjes? Waar zijn de spekbeentjes? Spekbeentjes. Ja, zijn spekbeentjes. Je hebt spekbeentjes. Ja. Ajaboe. Kun je niet nou gewoon stil liggen op mijn buik of zo? Zie je weer dat mama filmt? Heb je hem weer door? Ja, heb je hem weer door? Oké. Ja. Je hebt hem weer door, hè? Ja. Ga je staan? Ga je staan? Doe dan. Ga maar staan. Ja, moet je deze ook goed doen. Oké. 1, 2. Ga staan. Ja. Zit je allemaal te lachen hier? Ja? Zit je allemaal te lachen hier, kleine kruimeldief? Ja, kleine kruimeldief. Hé, wat ga je doen? Ga je weer boven op je broertje klimmen? Nou, daar zit je dan. Ja! Nou, ga staan. 1, 2. Op je knieën. Oh nee, gewoon normaal. Goed zo! Ja. 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 Toch nog een klein babytje. Hm? Mama, toch een klein babytje. Als je nou een dikke scheet laat, hè, jongen. Klein babytje. Ja, mama's kleine baby. Oh.
Mama's kleine baby. Mama's kleine baby. Weliswaar van 12 kilo, maar het is een kleine baby. En daar. Daar gaat hij weer. Ja. Ja. En daar gaat hij weer. Deze kleine vent krijgt van papa de fles. Hij was nog even bij Natasja op visite geweest. Hij had een mooi t-shirt gekregen. Ja, die ga ik zo even laten zien als hij lekker in bedje ligt. Hij was een beetje chagrijnig toen hij thuis kwam. Niet omdat hun het niet goed doen, maar dat is Jordi. En gaat hij daar hopelijk lekker slapen. Hé papa? Mhm. Dus, yay! Jordi slaapt gelukkig heel de avond. Jij bent gaan sporten. Ja, samen met mijn maatje. Ja, en Jordi had straks dus iets bij Natasja en Stefan gekregen. En eigenlijk is het best wel vet. Dus een t-shirt met een vrachtwagen erop. En lampjes. En lampjes. Dat is eigenlijk best wel vet, hè? En dan mag je in de was ook. Mag je in de was, ja? Op 40 graden. Oh ja, ik zie het. Je mag hem strijken, maar ik denk niet dat je dit moet strijken dan. Nee, ja, dat zien we van eigen wel. Maar het is wel vet, hè? Met lampjes erbij. Dan nog eens even zien. Hallo. Dat vind ik wel helemaal geweldig. Dat hebben ze leuk gedaan. En als Natasja en Stefan iets geven, dan doen ze het altijd wel leuk wat dat betreft. Hè? Volgens mij kun je alleen nooit geen batterijen vangen, maar volgens mij gaat zo'n batterijtje heel lang mee. Oh, dat kan goed zijn. Maar hij krijgt hem binnenkort gewoon aan. Dat is leuk. Een foto maken van Natasja en Stefan. Mm-hmm. Maar wij gaan ook lekker naar bedje toe. En slaapje doen. Ja, wel trusten. Slaap lekker. Ja. Een hele goede morgen. Welkom in ons snotterhuisje. Jordi en ik zijn allebei aan het snotteren. Niels is volgens mij een iets of wat betere hand nu. Maar vanochtend hebben we fysio gehad, hè, Jordi. En het had goed gewerkt. En ik zal jullie eventjes een klein filmpje nu laten zien. Die net na de fysio is opgenomen. Doet hij toch goed, hè, aan tafel staan. Ja. En daarna heeft Jordi zijn fruitap gekregen. En zijn we even gauw naar de winkel geweest. Heb ik eventjes vitamines gehaald. Dus vitamine K, dat soort dingen voor dadelijk voor die tweede. Want ik wil proberen borstvoeding te geven. Lukt het niet, dan is dat zo. Dan leg ik mij daar gewoon bij neer. Maar dan moet je dus vitamine K voor in huis hebben. En ze waren in de aanbieding bij de Kruidvat, dus ik heb ook gelijk vitamine D even meegebracht. Ja, en mama heeft Zwitsal meegebracht. En Zwitsal geurbeltjes, dat vind ik gewoon lekker ruiken voor in de kast. En gewoon avondeten voor de komende 2 dagen. En dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. En zo dadelijk, Jordi zit nu heel eventjes lekker rustig filmpje te kijken en dan gaat hij zo dadelijk flesje krijgen en dan gaat hij naar bed. Moet ook even je neusje nog doen, hè, jongen. Ook niet mijn favoriete hobby, maar hè, hij is zo verkouden. Ze moeten even met zout water spoelen. Mama kus. Jordi heeft inmiddels zijn middagdutje gedaan en ik ben met Jordi na zijn middagdutje aan het oefenen geweest met een eigen fles.
En hij zat helemaal ram en ram vol. En hij heeft er nu nog, want deze, ja, je kan ongeveer 190 in of zo. Er staat 170, maar ongeveer 190. En er zit kippenbouillon in. Je ziet het ook hier helemaal. Hij heeft lekker zijn flesje een heel eind leeg gelurkt. Zit nu ongeveer, zit er nog, ja, 60 ongeveer in. Dus hij heeft echt wel veel gedronken wat dat betreft. Heeft hij helemaal zelf gedaan. Hij lag bij mij op mijn schoot en heeft hij helemaal zelf gedaan. Ik kon het niet filmen, want als ik het nog ging filmen ook, dan, ja, hè. Dus daar hebben wij zitten oefenen. Ze heeft echt heel goed gedronken, hè. Ja, dan gaan wij meer oefenen nou, hè. Ja. Dus ik hoefde hem alleen heel af en toe te corrigeren en... Dat hij hem iets hoger moet houden. En hij heeft hem gewoon echt helemaal zelf zo vast zitten houden. Dus ik ben weer trots. Een trotse mama. Ik heb bovendien heb ik de eigen kinderarts van Jordi aan de telefoon ook nog gehad. En de volgende keer als wij iets met de darmen hebben van Jordi. En we willen het gewoon nagekeken hebben. Dan is het geregeld. Dan kunnen we in principe gewoon daar terecht. Dus dat is ook allemaal uitgesproken en gedaan. Dus ja, daar ben ik ook weer geruster op. En ja, voor de rest, hij heeft lekker lang geslapen. Hij heeft dik 3 uur geslapen. En ja, hij is verkouden. Ik ben verkouden. Dus lekker op het gemakje, hè. Ja. En nou gaat hij heel even hier vroos kijken, want hij was wat warm. Hij had geen koorts, maar hij was wel wat warm. Dus ga ik hem heel eventjes gewoon lekker zijn eigen ding laten doen. Want hij lag net in de box en hij vond het niet hier van het. Dus dan noem ik het gewoon heel even zo. Als je niet helemaal lekker bent, dan moet je een beetje aanpassen. Hè? Ja. Heb je lekker gedronken, hè? Ja. Wil je nog drinken? Nee? Hoef je niet meer? Heb je genoeg gehad? Oké. Heb je echt genoeg gehad? Jordi? Wil je echt niet meer drinken? Ja? Nee, hij heeft echt genoeg gehad. Dus kindjes met Down laten wel degelijk zien als ze klaar zijn met iets. Daar zijn ook nog wel eens voor's en tegens over dat mensen zeggen ze hebben geen rem. Maar dat hebben ze wel degelijk hoor. Ook met eten. Ook met drinken, maar ook met eten. Papa zit helemaal onder de tandpasta. Maar ja, de t-shirt kan eigenlijk toch in de was. Ja, want Jordi die had eventjes een over zijn zijk moment. En nu krijgt hij flesje en hopelijk valt hij daar rustig in slaap.
Ja, je kan niet alles hebben in de wereld, toch? Nee. Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Jordi is uiteindelijk in slaap gevallen. Ik heb op een gegeven moment met hem even in bed gelegen. Hij ligt nou prins eerlijk te slapen. Ja, en toen uiteindelijk heb ik hem wakker terug in bed gelegd. Toen is hij achterstevoren zeg maar in bed gaan liggen. Met zijn hoofd op de dekens. Dat is een actie die ik ook zou kunnen doen in de kindertijd. Maar goed, in ieder geval, hij slaapt dus nu. Hij is dus lekker rustig. Net even lekker gedoucht en bedje verschoond en alles, hè Niels? Mm-hmm. Niels heeft bed verschoond, doet hij altijd. Is ook een goede vent, oké. Okay. Maar goed, in ieder geval, zoals jullie horen, het kraakt. Want ik heb zo'n ding nou op bed liggen. Dat als de vliezen breken, dat ik niet een nieuw matras gelijk hoef te kopen. Hé hey, jongen? Mm-hmm. En wij gaan nu lekker slapen en deze upside down nu afsluiten. Welterusten. Tot de volgende.